Namens het Noord-Veluws Museum, als directeur van het Noord-Veluws Museum, mede namens het bestuur van harte welkom heten bij deze bijzondere persbijeenkomst die we hebben georganiseerd. Christenburg Kaat, u wordt hier omringd door een aantal werken uit die collectie, zeg maar, die aan ons geschonken is. We gaan dat zo direct formeel bekrachtigen. En namens de stichting Christenburg Kaat zijn hier aanwezig Clem van Koppenhagen. Ik ga eerst even terug naar waarom de stichting. In 2003 overleed Chris. En al deze schilderijen, al die 50 schilderijen, die hingen allemaal bij haar in huis. Echt hutje mutje langs elkaar. Nou, velen zullen het... Ja. Dan kijken we ondertussen onder het oog van Chris. Chris kijkt natuurlijk al over het landschap en over het werk. En kijkt nu ook mee naar waar zijn werken terecht zijn gekomen. Ja. Nou, dat is jouw exemplaar. Ik ga je hier aan je hand geven. En je ziet ook aan het blauw dat ze nu eigenlijk ook ziet als het winterkoopje. Ja, want dat zie je op die schilderij. Zo'n blauwe waren heel mooi. Ja, ja. Ja, hij is wat ik van zijn ja. Ja, dat is waar.